Hoi en welkom bij Tijd Voor. Dit is jouw laatste en derde gratis video weer. En we gaan nog steeds voor Pasen en dit keer een sokbunny maken. Vind ik de leukste van de drie. En dit is hem. Wat een schatje, hè? Wat heb je er allemaal voor nodig? Rijst? Een sok? Ken je zo'n sok die alleen en eenzaam in de kast ligt? Die is hier perfect voor. Een lintje? Een schaar? Een permanente marker, een lepel om de rijst erin te scheppen, een touwtje en een beker waar je je sok in kan hangen. Stap 1. We gaan de sok vullen met rijst. Ik heb zo ongeveer 500 gram hiervoor nodig gehad. Hang je sok in de beker en de randjes over de rand en dan kan je mooi vullen. Vul je sok tot en met de hiel. Stap 2. Nu ga je eerst de lengte van de oren bepalen door dat gedeelte af te binden met een touwtje. Ik gebruik visdraad, maar je kan elk ander touwtje gebruiken die jij in huis hebt. Stap 3. Doe een mooie hoeveelheid rijst naar de hiel en bind daaronder een touwtje zodat je het hoofd maakt. Kijk maar even goed hoe groot je hem wil of hoe klein. En zoveel rijst moet je naar de hiel toe doen. En dan een touwtje eronder. Stap 4. Dan nemen we de schaar in handen en gaan we de oren knippen. Je hebt natuurlijk een stukje sok afgeknoopt voor de oren. Die ga je in het midden doorknippen, in de lengte. En dan ga je een mooie vorm knippen hoe jij de oren wilt. Stap 5. We gaan nog een staartje maken van de bunny. Dat kan je doen of niet hoor, dat is helemaal aan jou. Maar je ziet al een beetje hoe de vorm wordt, dus dan weet je waar ze billen zitten. Daar pak je een klein rondje vol met rijst en bind je een touwtje omheen. Stap 6. Om de bunny wat vrolijker te maken, geef hem een sjaaltje. Ik had nog een leuk geel lintje over, dus die heb ik hiervoor gebruikt. Stap 7, de laatste. Zet je bunny goed voor je neer, zodat je goed ziet hoe zijn hoofd zit en waar zijn ogen en zijn mond moeten komen. Want we gaan die nu tekenen met de permanente marker. De oogjes een mooi stipje en voor het mondje een kruisje. Je kan natuurlijk voor zijn ogen nog wat knopen gebruiken als je die in huis hebt. Altijd leuk. Of van die echt bewegende oogjes. Die zelf plakken, die zijn ook ontzettend leuk. Kijk maar wat je in huis hebt. En dit is jouw eindresultaat geworden. Ik vind hem echt super schattig. Hoe leuk zal dat staan tijdens het paasontbijt bij jou op de tafel? Ik heb het leuk gehad. Ik hoop jij ook. En kijk nog even in je mail die je hebt gekregen. Want daar staat nog een kortingscode in, hè, die je kan gebruiken in de webshop.